Kabinet vindt regio heel belangrijk. Dat zien we in de aandacht in het regeerakkoord, waar het woord regio meer dan 60 keer voorkomt. En daar is ook door het kabinet een aanpak op ontwikkeld om samen met regio's maatschappelijke opgaven aan te pakken die in de regio spelen en die dus concreet mensen aangaan. Of dat nu gaat om een schone leefomgeving, of dat gaat om onderwijskansen, of dat gaat om werk, om de economie. Het kan van alles zijn. Alles eigenlijk wat van waarde is. Daar wil het kabinet met de regio aan werken en dat noemen we brede welvaart. En dat doen we door samen afspraken te maken en ook samen te investeren in regio-deals. De samenwerking met de provincie Flevoland was uitstekend. Bevlogen mensen, mensen met kennis van zaken, die echt weten wat hier speelt en ook wat er nodig is om de brede welvaart voor de burgers te kunnen stimuleren. Ook mensen die goed processen kunnen organiseren. Want als je een deal sluit, ja, dan moet je afspraken kunnen maken. Dat moet je goed kunnen organiseren. En ik moet zeggen dat dat bij de provincie Flevoland uitstekend aanwezig is. Dus helemaal top. Als we over 5 jaar terugkomen, hopelijk komen we ook al wat eerder terug om tussentijds resultaten te zien. Dan hoop ik dat we iets zien van wat de regio-deal eigenlijk beoogt. En dat is het perspectief van mensen verbeteren. Of dat nu gaat om nieuwe banen, om onderwijskansen, het opleiden van jongeren bijvoorbeeld. Of om nieuwe werkgelegenheid en bedrijvigheid. Bijvoorbeeld in Urk rond die maritieme sector. Of in Marknesse rondom die slimme mobiliteit. Nou, dat moet. Ik zie dat voor me tot allerlei bedrijvigheid gaan leiden. Dus als we dat zouden kunnen terugzien, dat er een bruisend Flevoland is, dan zijn we denk ik goed op weg en geslaagd. Ja, talent voor Noordelijk Flevoland is belangrijk om meerdere redenen. Talent is een belangrijke grondstof, denk ik, uiteindelijk voor economische ontwikkeling en brede welvaart. Als we onze jongeren goed opleiden, dan hebben ze straks allemaal mooie banen die uiteindelijk tot welvaart leiden. Maar we hebben talent denk ik ook nodig als smeermiddel in de samenleving. Elkaars talenten zien en benutten en met elkaar kunnen samenwerken om uiteindelijk de leefkwaliteit te verbeteren. Daar hebben we ook talent voor nodig. Dus een zeer belangrijke factor voor deze regio-deal.